Dit is een geile kleuter, hoofdstuk 8. Een achting voor dit hoofdstuk zal je moeten hebben. Want het gaat over primair onderwijs en daarvan het vervolg. Ik lees gewoon voor en daarna ga ik uitleggen wat ik hier heb verteld. Want dit is gecondenseerde spraak. Dus als je dit überhaupt kan verstaan, heb je al een 8 voor Nederlands. Zie je nou wel, zei mijn dochter trots met het eerste schoolrapport van haar broer in de hand. Soms wil ik een discussie met haar. Dan loopt ze om me heen als een toreador met een glimlach in plaats van een rode doek. Op dat moment gaf ik haar een glimlach terug. Nergens op gebaseerd van mijn kant. Ik dacht aan iets wat ver weg was. Het gras is altijd groener, et cetera. Omdat ik met zijn biologische moeder verantwoordelijk ben voor hem, gaan zij en ik ook wel eens samen voor een update van het primair onderwijs. Mijn dochter gaat voor haar gesprekken tegenwoordig alleen. Geef haar wat euro's voor iets in de kantine of achteraf. Bij mijn zoon ben ik er liever bij. Nu ging het om cijfers, hoge cijfers. Blij verrast keek zijn biologische moeder mij in de ogen. Hij zou privileges krijgen. De vraag was of wij daar als ouders akkoord mee gingen. Nee schudden wilde ik niet, dus knikte ik van ja. Dat ik de vraag begreep. Ik voelde me schuldig over het feit dat ik dacht dat ik in de ogen van zijn biologische moeder had gekeken. Zo gauw ik alleen was, heb ik onmiddellijk mijn dochter gebeld. Ze nam niet op en communiceren via voicemail vinden we niet sexy. Zowel mijn dochter als ik hebben een pesthekel aan tentamen doen. Mijn zoon zegt van ook. En als hij dat dan weer eens zegt, knikt mijn dochter altijd extra naar mij. Net alsof ik degene ben die iets moet leren. Inmiddels weet ik waarom hij af en toe tentamen schuwt. Hij wordt er geil van. Dat hij toen al de connotatie van het woord geil kende, altijd als eerste klaar. Met de opgaven. Even uitvergroten. Altijd als eerste klaar met de opgaven. En uit verveling wordt hij dan geil van die xxxxxxjes op krukjes en stoeltjes. Billenvlees. Wat hij daarna tegen me zei. En het verhaal van die draai om de oren van zijn examendocent? Als mijn dochter ouder is, ga ik het haar vertellen. Regel, dubbele punt. Stel uit dat wat je nog niet kan. En waar gaat het allemaal over? Wat staat hier? Kijken of ik dit voor jullie kan samenvatten. Kijk, tentamen doen. Want dit is esoterie. Hè? Hier zitten verborgen boodschappen in. Hè? Hier hadden ze weer over biologische moeder. Want die bestaan gewoon. Er zijn geen sociologische moeders. Moeder Maria is het ook niet, hè? De Beatles, daar heb ik een pestekel aan. En in my time of trouble, Mother Mary comes to me. Ja, you go F my a-hole. Ik heb vandaag ook weer gesproken, of was dat gisteren? Nee, dat was. Dat is een vriend van mij.
En die heeft geen balzak. En er is een kind uit haar gekropen. En ze had geen fatsoenlijke kerel in de buurt. Maar zij heeft haar rol als moeder gedaan. Makkelijk was het niet. Maar zij was niet de biomo van dat kind. Zij is wel degelijk de sociomo ook. En de echte mo, ja, die is er niet. Je mag je wensen. En dat die evaluatiegesprekken bij het onderwijs, die heb ik allemaal moeten meemaken. En dat was echt, jij wil gewoon niet kotsen in zo'n papieren afvalbak, weet je wel, van papier hier. En dan moet je er niet in gaan braken, want het komt zo stom over. En dan krijgt je kind krijgt er ook nog problemen mee. Maar voor de rest is het wel zo, hoor. Word je als ouder, word je daar naartoe geroepen. En je wordt gewoon afgezekerd. Ja, je kind dit, je kind dat. Kan ik ook even uit mijn dak gaan, hè? Dat staat hier niet in, hè. Maar ik moest dus met die biomo van mijn kind. En mijn kind is echt een hartstikke leef kind, hè. Een levend kind. Die kan drummen, die kan zingen, die kan koken. En ik heb er verder geen getuige van geweest. Ben er geen getuige van geweest. Maar ik heb het idee dat ze ook. Hoe heet dat ook alweer? De lichamelijke liefde. Kan ze ook. Maar de vriend is volgens mij reuze tevreden over haar. En dan was ik dus voor dat evaluatiegesprek naar het Beekdal Lyceum gegaan. En hadden we dan een overleg met de leraar biologie. Nou, dat vind ik ontzettend interessant. Bio betekent leven en logie betekent kennis. Levenskennis. Dus we gingen binnen bij een levenskennisleraar. En ze had een hoofddoek om. Alsof ik ze op haar zou geilen. Ze had gelijk gezegd, ik doe mijn hoofddoek om hoor, want anders dan krijg jij, dan ga je me verkrachten. Ja, wij zijn hier in Nederland niet zo. Ik moet eventjes mijn harde schijf leegmaken hoor. Wacht even. Maar je mag van mij een hoofddoek om hoor, dat vind ik helemaal niet erg. Geen enkel probleem. Mijn probleem was het feit dat ik dus de biologie lokaal binnenkwam. En dan doe je de deur open, die gaat dus dan doe je de deur met je linkerarm op, en zwaai de deur naar links. Dan heb je gelijk rechts, hangt een poster van Darwin, van de evolutietheorie. En dan zit die stoephoer, die zit daar met een hoofddoek een beetje heilig te doen. En dan ging ze ook zeiken over mijn dochter. Ah, leuk man. Dus ik echt te wachten, als vader. Hè? Stel ik een stomme mokko's. Die Darwin vereren. Charles Darwin. Moet ik daar een aparte uitzending aan wijden om jullie te vertellen welke stomme monkeys jullie zijn. Als jullie denken dat jullie van de monkeys afstammen. Hoe stom kan je zijn? Nou, als je gewoon een aap bent. Wat voor aap ben je dan? Een bonobo. Die de hele dag loopt te neuken. Of een chimpansee. Die gewoon een kannibaal is onder zijn eigen soort. Of een orangutan. Wat wil je zijn, man? En die stomme biologieleraar. Hè, met een hoofddoek om. Ik heb een hoofddoek en ik spreek de waarheid. Bah! Door Jezus heeft gezegd, als je mij volgt, daarmee bedoelde hij, als je mij snapt. Hè? Volgt u mij? Hè? Snapt u mij? Kloppen onze harten in hetzelfde ritme? Als je Jezus volgt, ben je een kind, hè? Ben je een lam, omringd door wolven. En zo is het. En mensen zoals die Ton van Café de Wacht, van het sportbedrijf Arnhem, van, ja,
En die wenst mij een vrijtoot toe. Van jongen, ga jezelf ophangen aan de brug. Ja, dat doe ik dus even lekker niet. Ik doe het gewoon niet. Hij maakt mij maar dood. Als hij me zo graag dood wil, doe het fucking zelf. En ga mij niet lopen smeken om mijn vrijtoot. Peuter dat hij is. Ja, dit was hem dan. Dit was hoofdstuk 8. En dan gaan we nu naar hoofdstuk 9. En dan wordt het echt super geil, hè? Of Deutsch. Oh. Want dan gaan we het hebben over seks en mijn dochter. En dan kan die Ton, die mij dood wil, die kan er nog een puntje aan zuigen. Schrijf dit op. Om af te sluiten, hoofdstuk 8 sluit ik af met de regel, dubbele punt, stel uit dat wat je nog niet kan. Begrijp goed dat er dingen zijn die je wel kan, maar dat duurt een tijdje. En dan bam, bam. Heus mich. Ik wil Armageddon voor mijn dood. Ik zou het echt ontzettend vervelend vinden om in de hemel te zitten, om toe te kijken hoe jullie alles verpakken. Putsen en een verkeerde iPad connectie en dan gaan we allemaal down. Ik heb die nieuwsuitzending gemaakt over Logion nummer 7. Hou dat goed in de gaten, dat wij hebben twee keuzes. Of je gaat waardering hebben voor het leven en dan kom je tot leven. Of je hebt dat niet en dan komt toch het leven tot leven. Dan ben je er alleen niet bij. Komt dit duidelijk genoeg over? Of ben ik dan weer te streng? Ik bedoel het ook niet zo. Ik ben hartstikke blij dat jullie naar mij luisteren. En dat je beseft dat als wij gewoon zachtmoedig zijn, acceptabel zijn, en als we dingen horen die we niet kunnen begrijpen, dat we dan iemand aanraken. En vragen om verduidelijking van wat bedoel je nou? Het is de aanraking. Wij zijn niet voor niets geboren. En vrouwen die daar een minachting voor hebben, die kinderen beschouwen als wratten in hun buik. Ja. Wat moet je met die vrouwen? Achter een hek, zou ik zeggen. Met een dagprogramma. En dat die vrouwen tot rust komen. En beseffen dat ze gewoon moeten baren. En het cadeau komt altijd achteraf. Allerergste kop nog. En het cadeau komt nog. Je snapt het wel. Maar je moet het wel eerst gaan doen. Als je het niet wilt doen. De moeder van mijn dochter die wilde seks met Peter Bosman. En Bosman is de letterlijke vertaling van het Indonesische orangutang. Dus zij wilde seks met iemand die van de apen afstamde. Kennelijk vindt ze zichzelf ook iemand die van de apen afstamt. En ik was dus een mens. Ik ben een kind van God. En ze had zoiets van, nee, ik wil seks met een aap. Nou, dat heeft ze gewoon lekker gedaan. En mijn zoon moest er toen aan. Want als hij mijn zoon had geboren laten worden, dan had die orangutang, die Peter Bosman, die had niet meer seks met haar willen hebben. Want die had zoiets van, ja, je hebt nou een nieuw kind en dan wil ik je niet meer neuken hoor. Dus dan gaat mijn kind aan stukken gesneden worden. En als ik erover klaag, dan moet je volgens Ton van het sportbedrijf Arnhem, dan moet ik dood. Ik moet gewoon een vrijwillige uitgang kiezen. En dat doe ik gewoon even lekker niet. Ik zuip me hoog uit te pletter. Ik droom me te pletter. Maar ik pleeg geen zelfmoord. Voor mij is er geen vrijwillige dood. Ik ga weg als mijn vader zegt. De grote scheidsrechter, snap je wel? Dan word je van het veld afgehaald. Dan mag je in de bank gaan, op de bank gaan zitten. En iedereen klapt voor jou. Dat ben ik.
En hoofdstuk 9, Seks en mijn dochter, dat staat dus nu in beeld. Heb je allemaal kunnen lezen. En de volgende uitzending gaat over hoofdstuk 9 van de 13. En je luistert maar een keer naar mij. Ik ben ontzettend beu van al die mensen. Dan zeg ik 3 syllabelen. Van ik weet van. En dan valt iedereen mij in de reden. Hoezo weet je dingen? Oh, je weet helemaal niks, man. Je bent een klojo. Ik heb echt zin om de volgende keer naar de kroeg te gaan met een Wolter P22. En dan schiet ik iedereen dood. En dat bedoel ik overdrachtelijk gesproken. Want als ik dat 1 keer doe, dan dat kan je niet maken. Ja? Maar overdrachtelijk gesproken. Ik vind het ook wel fijn dat mensen een keer naar mij luisteren. In plaats dat ik alleen maar naar het gewauwel luister van een tong van het sportgebeuren. Die tegen mij zegt, jongen, pleeg toch zelfmoord. Waarom? Ik kan er doodmoe van worden. En gelukkig was ik dus, toen die Ton dat zei, van het sportgebeuren, sportdinges van Arnhem. Hè? En er zaten Marokkanen bij. En Marokkanen, die hebben een hele bijzondere eigenschap. Die lezen namelijk een boek. Gewoon een boek. En ze lezen ook dat boek. Dat zijn mijn broeders en zusters, de mensen van het boek. En die Marokkanen die zeiden tegen mij, trek je niet zoveel aan van die Ton van het sportgebeuren Arnhem. Want hij is waarschijnlijk volgende keer dat hij jou ziet, dan doet hij heel aardig tegen jou. En is hij alles vergeten en dan weet hij niet eens meer dat hij jou gevraagd heeft om zelfmoord te plegen. Dat is je al lang vergeten, man. Nou, hartstikke fijn dat jullie hier naar geluisterd hebben. Ik ga op de stopknop drukken. En geen tjus vandaag. Want dit heeft niets te maken met hamburgers of jerklies, man. Dit is geen bijbellezerij. Dit is alleen maar in mijn eentje een beetje masturberend lopen zeiken over het feit dat mijn zoon in stukken gesneden is. En dan krijgen we natuurlijk Seks en mijn dochter. Hè? Dat snap je wel. Maar dat wordt hoofdstuk nummer 9. Tot zo!